Bezat de Iraakse televisie letterlijk en figuurlijk. 95% van alle zendtijden van alle netten in Irak werd besteed aan Saddam Hussein. Een voorbeeld: om 18:00 begint het nieuws. Het duurt ruim 1,5 uur. Van dat ruim 1,5 uur wordt 95% van Saddam Hussein besteed. En om 20:00, dus een kwartier later, wordt het nieuws herhaald met verversde beelden van Saddam Hussein van die avond. En om 22:00 wordt het opnieuw herhaald. Weer met nieuwe verversde beelden van Saddam Hussein van die avond. Kortom, de hele avond was hij niet weg te slaan van de buis. Deze reizen werd hij een lid van elk gezin. In alle gaten en hoeken van heel Irak. Hij was niet meer weg te denken. En hij had ook hele aardige mensen. Hij had van allerlei soorten geheimen. En die waren hele lieve mensen. En die gingen gewoon tussen het volk, om hen tevreden te stellen natuurlijk, om te weten wat er allemaal aan de hand is. Als iemand tekort komt, dan konden ze hem helpen natuurlijk. Hij had ook speciale geheime diensten voor kinderen. Die wisten hoe zij namelijk met de kinderen moeten omgaan. Om sfeer te proeven hoe het er thuis was. Ze gingen natuurlijk niet zomaar naar scholen. Of naar de kinderen, ze gingen met heel veel cadeaus. Cadeaus van papa Saddam Hussein. En de kinderen mochten kiezen. Op een gegeven moment gaan ze naar een school en ze vragen aan een jongetje van 1 jaar of 6. Jochie, kies maar een cadeautje. Nou, die zegt, ik wil graag een cadeautje, maar wat ik wil eigenlijk zit er niet bij. Wat wil je dan? Ik zou graag een televisie hebben met de ruitenwisser. Wisten. Waarom? Omdat mijn vader de hele avond op de televisie spuugt. Baruch, bedam, levdik, ya Saddam. Baruch, bedam, levdik, ya Saddam. Baruch, bedam, levdik, ya Saddam. Baruch, bedam. Baruch, bedam, levdik, ya Saddam betekent dat we met onze zielen, ons bloed, overigen ons voor u Saddam. Voor u Saddam. Baruch, bedam, bedam. Levdik, ya Saddam! Ya abna ashab al-Iraq al-Azim. سأقتل أولادكم وأنهب أموالكم وأدنس أشرافكم. أو فلك من غروت إيراك اتنوك يلي ألما أين فور أين إكزال يلي زون الدودة يلي فان يلي بزتين الروفة أن يلي إير بزودلة كورتوم. Leuk jullie allemaal. Ik moest vluchten. Hier in Nederland blijkt hoe diep en kolossaal mijn machteloosheid was. Bizar of niet, kreeg ik heimwee naar Bagdad. Maar ik kwam niet terug. En daar werd mijn volk iedere dag opnieuw verkracht door hen. Door die machteloosheid raakte ik verslaafd. Nee, niet aan drugs. Aan de teletext. Begin jaren 80 kocht ik een televisie met de teletext. En iedere ochtend vroeg om 18:00, zondag, feestdag, maakt niet uit. Iedere ochtend om 18:00 ging ik naar beneden, deed ik de televisie aan en ik kijk naar de teletext. Ik wilde dat er iets met hem gebeurde, maar de teletext vertelde me helemaal niets. En ik dacht, als ik, voordat ik de televisie aanzet, ga bidden, stoppen met drinken,
ga maar even bidden. Dus ik las iedere ochtend vroeg een surah, voordat ik de televisie aankijk. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. En dan deed ik de televisie aan. De televisie deed wel, de teletext op, maar er gebeurde niets. Ik dacht, als ik nou niet alleen in het Arabisch bid, maar dat omdat God vele huizen heeft. Dus ik ging ook langs de kerken, de synagogen. Daar heb ik ook een kaars aangestoken. Het wilde niets gebeuren. Op één dag, ergens in maart 1988, deed ik de televisie aan. En ik zag duizenden leken, vrouwen, kinderen, baby's opgezwollen in de straten. Woonkamers, kelders. Saddam had chemische wapens gebruikt. Niemand ziet. Geen enkele regering over de hele wereld heeft geprotesteerd. Sterker nog, de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland beweerde 2 weken na de gifram dat hij niet wist wie de chemische wapens had gebruikt. Op dat moment, flessen Remy Martin, red labels, black labels, eistel Bokma's en op het eind fieus vloeide door mijn leven. Maar ik blijf trouw aan mijn gewoonte. Iedere ochtend vroeg ging ik ondanks alles om 6 uur vroeg. En ik deed de televisie aan en ik kijk naar de teletext. Op 1 dag na, op 2 augustus 1990, had ik kater. Ik werd in plaats van 6 uur om 8 uur wakker. En ik haastte me naar mijn werk. Achter het stuur zette ik de radio aan en ik hoorde de nieuwslezer zeggen: Saddam Hussein verovert Kuwait. Typisch Saddam Hussein. Zo behandelt hij natuurlijk zijn vrienden. Want de prins van Kuwait was een hele goede vriend van Saddam Hussein. En hij heeft een 8 jaar lang durende oorlog tegen Iran Saddam Hussein voorzien van miljarden, miljarden dollars. Mocht er niet buiten natuurlijk. 2 minuten later bekroop me een gevoel van angst. En ik dacht: hey, hallo! U boven, u gaat hem toch niet machtiger maken? U gaat hem niet laten alle Arabische rijke olielanden veroveren in de regio? U gaat toch niet zoals Amerika, Sovjet-Unie, China, Oost- en West-Europa, alle Arabische en Islamitische landen hem steunen omdat ze olie nodig hebben? Hebt u ook olie nodig? Hoeveel vaten? Is het daar boven koud? Beroeg, bedem, nefdik ja Saddam. 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 يا أبناء شعب الكويت العظيم أو فولك فان كويت ويلكم ان دي أرمن فان صدام حسين ik zal jullie beter behandelen dan alle Irakezen. Neuk jullie harder. Een paar dagen later werd ik verliefd op de ijzeren dame Margaret Thatcher.